Hey mensen, welkom bij mijn YouTube kanaal Steven. Abonneer op mijn kanaal, like deze video, zeker een duimpje omhoog. Laat een comment achter beneden in de reactie. Laat ook in de reacties wat jullie willen dat ik maak van video's. Zijn het gaming video's, zijn het praatvideo's, zijn het vlogs? Laat het in de comments weten wat jullie het leukste vinden. Voordat ik deze video begin, morgen wordt het... Al was het 37 of 36 graden en een VVM op de radio, code oranje. Dus pak zeker, als je ergens naartoe gaat, zonnecrème mee, genoeg water om je te vervochtigen. Als je ergens naartoe gaat waar dat water is, drink genoeg water. Voor de duidelijkheid, ik heb het juist op de radio gehoord, ik zeg het ook in mijn video, dan zijn jullie op de hoogte. Nu, we gaan een koffiepauze doen. Het is lang geleden dat we het daar nog opgenomen hebben. Maar, natuurlijk, wat staat er op de planning nog? Morgen ga ik naar Bovianland, daar gaat ook een livestream gedaan worden om 12 uur. En er komt nog een roomtour, mijn kamer is helemaal geüpgraded, is heel mooi geworden. Dus daar wil ik ook nog een roomtour van doen. Dus er komen nog wat. En ik ga ook geen vaste dagen meer zijn dat ik ga uploaden, dus er zijn zelfs dagen geweest dat ik niks geüpload heb. Ja, dat komt omdat ik ook geen ideeën had, omdat ik toen ook waarschijnlijk ook geen tijd had. Dus mijn YouTube kanaal heeft geen vaste dagen meer van uploadschema. Heeft ook, ja, er komt nu van alles op. Ja, het enige dat niet op mijn kanaal komt, allee, normaal gezien niet, is een reactievideo's, dat komt op Stevos 2. Maar, wat dat er wel, ja, reactievideo's zouden normaal op mijn tweede kanaal, vlogs moeten normaal op mijn vlogkanaal, maar dat upload ik eigenlijk op allebei de kanalen. Zodat mijn kijkers van mijn vlogkanaal een tijd een vlog hebben op het vlogkanaal. De kijkers van mijn gamingkanaal een gamingkanaal. De rest die, voor mensen die op mijn hoofdkanaal abonneren, die zien eigenlijk alles wat ik upload. Die zijn ook op de hoogte, die worden ook op de hoogte gebracht. Want ja, de community post. Ik ga nu, dat ga ik wel zeggen, ik ga één keer in de week eens het plaatsen op de community posten van mijn vlogkanaal, gamingkanaal en reactiekanaal. Normaal één keer in de week. Maar dat is omdat ik daar naar jullie weten hoe dat kanaal gaat. En daar kun je ook de info vinden van het kanaal. Maar het wordt echt... Het is de laatste paar weken zoveel voor mij geweest. Veel stress, veel... ja, eigenlijk van alles. Dus ja... Het is gewoon veel geweest voor mij. En, dat is gewoon mijn hoogtepunt is bereikt van stress. Dus mijn stressniveau is bereikt. Ik heb heel veel stress. Dus ja. Ja. In ieder geval, mijn stressniveau is bereikt en dat is gewoon niet oké. Dat is echt niet oké. Ik heb daardoor heel. Ik heb er heel weinig geslapen, ook de paar laatste weken. Ik heb wel altijd video's gemaakt. En ik ben dan zo ene, ik verwerk dat niet in mijn video's. Ik laat dat ook niet zien. Behalve vandaag in deze video laat ik het wel zien. Eigenlijk moet ik eens een realistische dag filmen. Hoe dat mijn dag er eigenlijk uitziet. Met stress, met miserie. Dat jullie ook eens zien hoe dat ik me soms voel. En ja... En nu open ik mijn hart wel, hè, maar het is gewoon, ja, er zijn leuke momenten, er zijn minder leuke momenten. Je weet gewoon niet, je weet gewoon niet wanneer dat je eigenlijk op je gemakje bent en dit en dit en dat. Het is gewoon... In ieder geval... Ja, in ieder geval, ja. Gisteren dat ik mijn vrienden nog heb. En gisteren zijn ze op bezoek geweest. Dus eigenlijk heel schrokken dat hier nog was. Dus Nick, ik en Shakira, Thomas, Javan, Brent. We hebben eigenlijk wel een leuke namiddag gehad. En dat mag gewoon niet, die vriendschap mag gewoon niet stuk gaan, vind ik. Dus ja, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer.